Afgelopen jaar hebben we Pilates gedaan. We wouden ook toen ook yoga doen. We kwamen met alternatief ook qua locatie op Papendal aan Pilates. Dus het is een andere vorm nu, maar het is wel iets dat we willen en hebben gewoon geïntroduceerd. Ik heb dus een half uur yoga met ze, dat is op zich best wel kort. Dus de nadruk ligt vooral op rekken en ademen. En ik kijk of ik ze dan zoveel mogelijk tools kan meegeven, zodat ze ook bijvoorbeeld tussen de trainingen door met elkaar kunnen rekken of een aantal dingen kunnen toepassen die ze eigenlijk in de les of in eigenlijk dat korte yoga momentje leren. Het is heel relaxed. Na een training gaan we dan de matjes op en gaan we tot rust komen. En dat is af en toe nog wel wat lastig omdat je net getraind hebt. Maar het is wel goed voor ons en je rekt en strekt wat. Dus het is een ideale cooling down eigenlijk. Wat je op dat moment doet is eigenlijk ze weer naar binnen brengen. Bewust maken van wat er allemaal in hun leed, in hun speelt. En door middel van de houdingen, door middel van adem vooral ook, maak je dingen open en kan je ook weer loslaten. Daarmee pak je niet alleen de grote spiergroepen, maar ook de kleinere spiergroepen. Je creëert flexibiliteit. Uiteindelijk hoop je aan het einde van zo'n half uurtje dat ze kunnen zakken, dat ze kunnen tot rust kunnen komen. Want van daaruit kun je weer herstellen. Dus het is ook preventief. Maar ook als je vanuit rust weer kan bewegen, niet alleen op je mat, maar ook op het veld met elkaar, dan kan je ook veel beter concentreren en focussen ook op een wedstrijd uiteindelijk. Wat moet het opleveren? Nou, het levert een stuk rust in het lichaam op. En een stuk in de geestelijke rust. En bewustwording van je lichaam. En wat je lichaam doet in bepaalde poses waar ze in terechtkomen. En gewoon even ook een keer samen zijn en samen in rust. Ja, heb je zelf veel ervaring met yoga? Hè? Ben jij een yoga-expert? Nou, toen ik nog speelde, hebben wij wekelijks twee keer per week yoga gedaan. Ik moet zeggen, ik vond het toen verschrikkelijk. Maar ik wist dat het goed voor mijn lichaam was. En ik wende eraan en uiteindelijk heb ik heel veel profijt van gehad. En vandaar ook bij de dames, ook centraal bij de training geïntroduceerd. Veel van de dames doen het zelf ook als alternatieve training. Of hebben dat zelf ook ooit gedaan en, of doen. Dus het was niet zo een moeilijke inkoppertje.